Koffer voor Oerol. Theatermakers over hun bagage voor Terschelling. Wat moet er zeker mee? Deze week... Ik ben Joachim Robrecht en ik werk als regisseur bij Productiehuis Rotterdam. We maken een voorstelling die heet Rosto in Transgression. Dat is de Japanse uitspraak van Lost in Translation. En we maken eigenlijk een parodie op Lost in Translation van Sofia Coppola. Die film gaat over twee westerlingen die vastzitten in een hotel, het Hyatt in Tokio. En die daar een romance beleven. We hebben ervoor gekozen om met twee Japanners dit verhaal opnieuw te maken in de Randstad. Op Oerol gaan we die voorstelling spelen in Hotel Skilgen. In een van de vergaderzalen daar. Voor die locatie hebben we gekozen omdat dat het dichtst bijkomt bij een soort internationale, neutrale hotelsfeer. En daar gaan we dus met twee beamers een soort karaoke-achtige versie maken van Lost in Translation. For me, it's much more beautiful if you do Olandai. I don't know, what's the sentence? Olandai. De acteurs zingen in de voorstelling en spelen scènes in het Japans. En we spelen met de exotiek tussen, van vervreemding tussen twee culturen. Maar voor ons moet absoluut in de koffer speciaal voor Oerol ontworpen ballon, of aangekochte ballon eigenlijk. Die hebben we namelijk speciaal gekocht omdat die dus heel handig is in het vervoer van het decor. Die maakt natuurlijk een gigantische indruk meteen ook, omdat die best wel wat volume heeft. Maar ik kan ook in een superklein koffertje en dat is dus heel handig voor op de boot. Kijk, en dus zo kan je hem gewoon laten leeglopen. En dat duurt wel een tijdje trouwens. Voilà. Kijk, zo zit hij erin.